Ik wil iemand helpen vandaag. This is not in my message. En dit is niet in mijn boodschap, Heer. I will love you. Ik wil graag dat u. To open your heart. Dat u uw hart opent. To receive everybody that hurts you. Om een ieder te ontvangen die u ooit en dan ook ooit heeft pijn gedaan. They need you. Want ze hebben u nodig. Yes. Amen. The God is waiting for you to open your heart. Yes. Maar God wacht op u dat u uw hart opent. They have realized the answer. Ze hebben hun fouten gerealiseerd. They don't just know how to come. Maar ze weten niet hoe ze terug moeten komen. You a prophetic word. I don't know who I'm talking to. En ik vertel u hier een profetisch woord en ik weet niet eens wie ik spreek. Ik ben op dit moment ergens anders. Ik ben al ergens anders in de dienst. Weet je, soms heeft God mij getraind. I don't really depend on people or music. Dat ik niet echt afhankelijk hoef te zijn van mensen of van muziek. I don't really care. Het interesseert me eigenlijk niet eens. I just have one person. Ik heb alleen maar één persoon die me interesseert. En dat is de Heilige Geest. Hij is mijn muziek. Hij is mijn melodie. Hij is mijn directeur. So every song that he's singing to. Dus elk song, elk lied dat hij zingt op mij. He's talking something. Dan spreekt hij iets. So he said, tell me. Dus hij zegt dan, zeg tegen ze. To let go. Om los te laten. And open your heart. En hun hart te openen. For a second chance. Voor een tweede kans. Halleluja. He said they have realized their mistakes. Hij zegt ze hebben hun fouten erkend. They are trying to come back. Ze proberen terug te komen. They don't know how. Maar ze weten alleen niet hoe. When you need healing. Maar u heeft genezing nodig. So lift up your hand. Dus hef uw hand op. Receive healing wherever you are wounded. En ontvang uw genezing daar waar u zo gewond bent. Nu open uw hart, het wonder is al begonnen. The Spirit of God is going to your heart. De geest van God gaat in uw hart. He's removing pain. Hij haalt pijn weg. He's healing your heart. Hij geneest uw hart. He's healing your heart. Hij geneest uw hart. He's healing your heart. Hij geneest uw hart. He's healing you. Hij geneest u. He's healing your mind. Hij geneest uw verstand. Yes, Holy Ghost. Some of you will be sensing like a sharp burning thing going through your heart. En sommigen van u ervaren nu een scherp voorwerp door uw hart heen gaan. You sense the presence of God upon you just like it's upon me. En u ervaart de tegenwoordigheid van God zo sterk over u op dit moment, net als over hoe het nu op mij is. That is what the Lord is doing. Want dat is wat de Heer aan het doen is. Heal them, Lord. Genees ze. Heal them. Genees. Because your bridge, want uw doorbraak is in forgiving, zit hem in vergeving and embracing them for who they are. En in het omarmen voor wie zij zijn. That is where your breakthrough is. Dat is waar uw doorbraak ligt. I say they are coming back. Ik zeg ze komen terug. They are coming back. Ze komen terug. May God and God is preparing them one after the other to realize themselves. En God bereidt de een en de ander voor om hun fouten te erkennen. Maar ze beginnen zich het nu al te realiseren. He said, forgive them. Hij zegt, vergeef het ze. Give another chance. Geef het een andere kans. Now this word is very specific to somebody in this place. En dit woord is heel specifiek voor iemand aan deze plaats. Very specific. Het is heel specifiek. I don't need to go to the person. En ik hoef niet naar die persoon toe te gaan. I know exactly what I'm talking about. Maar ik weet exact waar ik het hier over heb. How many of you know that the Holy Ghost never lies? En hoeveel van u weten dat de Heilige Geest nooit liegt? Let go, let go, let go, let go. Laat los, laat los, laat los. Let go, let go, let go. Laat los, laat los, laat los. Laat los. Laat los. If you are healing. En ontvang uw genezing. If you are healing. Ontvang uw genezing. Stop your breakthrough. En weerhoud je niet van je doorbraak. Want iets staat er te gebeuren nu. Maar de Heer zegt. Ik wil dat u tegen ze zegt. Tot het moment dat ze pas loslaten. Wat ik dan met ze wil doen zal dat nooit gebeuren. En de Heer zegt. Zeg ze. Dat zij ook in zonde leven. Omdat ze niet vergevensgezind zijn. En dus voor het feit dat ze het niet loslaten. En de duivel gebruikt dat. Om ze te weerhouden. From receiving what I want to give to them. Van het kunnen ontvangen van datgene wat ik ze wil geven. I know they hurt you. Ik weet dat ze u hebben pijn gedaan. Ik weet dat ze de pijn hebben veroorzaakt.
Ze hebben het ook aan mijn zoon Jezus aangedaan. Maar hij vergaf het ze. Hij liet het los. Hij liet het los. Zonder vergeving. Jesus could never kon Jezus nooit fulfill zijn vervulling. The plan of redemption. Het plan van verlossing. So he said, let go. En ze zegt, laat het los. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Dank u, Heer Jezus. I'm sending them back. En ik stuur ze terug. Some of them have said things. Sommige van hebben zelfs dingen gezegd. Horrible things. Verschrikkelijke dingen. I'm sending them back. Maar ik stuur ze terug. Some of them did horrible things. En sommige van hebben hele verschrikkelijke dingen gedaan. And I saw it. En de Heer zegt, ik heb het gezien. But I'm sending them back. Maar ik stuur ze terug. He said, let go. Hij zegt, laat los. You see Job. Ziet u Job? Would only receive a double portion. Kon alleen maar een dubbele portie ontvangen. Because he forgave. Omdat hij vergaf. He did not just only forgive. Hij vergaf niet alleen. But he prayed for his enemy. Maar hij bad ook voor zijn vijanden. And the Bible says, en de Bijbel zegt. God turned his captivity around. God keerde zijn gevangenschap om. Somebody touch your heart. Iemand raakt uw hart aan. Allow the spirit of love. En laat de geest van liefde toe. To dominate your heart. Om uw hart te beheersen. This deze ochtend. Let the spirit of love dominate your heart. Laat de geest van liefde uw hart domineren. It is in you. Het is in u. You cannot shut it out. U kunt het niet buitensluiten. Laat het uw hart regeren. What am I doing here? En wat doe ik hier? What the spirit of the Lord is doing. Wat de Geest des Heren doet, is preparing you. Is dat hij u voorbereidt om te kunnen ontvangen. Father, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Jesus, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. I am, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Demonstrate my love, say the Lord. Laat mijn liefde zien, zegt de Heer. Let it rule over you, say the Lord. Laat het u
to another dimension. En ik wil u namelijk naar een andere dimensie brengen. It's time for you to move forward. Het is de hoogste tijd voor u om voorwaarts te gaan. Say the Lord. Zo spreekt de Heer. And Father, I thank you. En Vader, ik dank u. For this blessed morning. Yes. Voor deze gezegende ochtend. For your healing power. Voor uw genezingskracht. Healing power. Genezingskracht. En sommige van u zullen de mensen terugzien waarvan u het laatst had verwacht. En de Heer zal ze terugsturen om uw liefde voor hem te bewijzen. They will come back. Ze zullen terugkomen. To prove your love for him. Om uw liefde voor hem te bewijzen. Of u naast ze zult veranderen. Or you just gonna love them for who they are. Of dat u ze gaat liefhebben voor wie ze echt zijn. Thank you, Lord. Dank u, Jezus. I love you. Ik hou van u. See, even if I don't preach, ziet u zelfs als ik niet predik? He has already ministered to people by himself. Dan heeft hij al zelf tot mensen gesproken. That's why his name is God. En daarom is zijn naam God. The highest healing you can ever receive. Weet u, de hoogste vorm van genezing die u ooit kunt ontvangen is when your heart is free. Is wanneer uw hart vrij is. Amen. Amen. Yes. Because you cannot hear God. Want u kunt God niet horen. With a clouded and a crowded heart. Met een heel erg bedompt hart, heel erg bewolkt, bedrukt is. Some people, their story never changed. Sommige mensen, hun verhaal verandert niet. No matter where they go to. Maakt niet uit waar ze heen gaan. Because of their heart. Vanwege hun hartgesteldheid. Vergeef. Het groter dan vergeef. Vergeef niet alleen. Open your hands to receive them. Maar open ook uw handen om ze weer terug te ontvangen. Wanneer ze komen. Amen. Don't allow that strange demon to stay in your life. Sta niet toe dat die vreemde demon in uw leven blijft. Is te groot voor God. Amen. People just got a slap. Somebody was thinking now, Pastor, you know something, let me tell you. Laat me iets zeggen. I don't need to be telling you people about the realm of the spirit because I don't even know how to start. En ik hoef u niets te vertellen over de atmosfeer van de geest, want ik weet niet eens hoe het ontstaat. A true pastor. Een ware voorganger. Is never the pastor. Is nooit de voorganger. Jesus is the pastor. Jezus is de voorganger. Halleluja. He just follows Jesus. Hij is gewoon degene die Jezus volgt. And when you live like that as a pastor. En wanneer u zo leeft als voorganger, of ze u nou apostel of wat dan ook noemen. It makes it easy. Dan maakt dat het heel makkelijk. It makes preaching easy. Dan maakt preken ook makkelijk. I did not start to preach yet. Ik ben nog niet begonnen met prediken. Don't get me wrong. Begrijp me niet verkeerd. This is just a prophetic direction. Maar dit is gewoon een profetische richting. My boss is telling me, act this way. Want mijn baas vertelt mij, ga in deze richting. My boss. Mijn baas. And many of you know that my boss is here. En hoeveel van u weten dat mijn baas hier is? Right where I'm standing, he's everywhere. Oh, my boss. Waar ik nu sta, hij is overal om mij heen. I know you don't see. Ik weet dat u het niet ziet. Wees hem. Hij is overal. Anything can happen here today. Dus alles, maar ook alles kan hier plaatsvinden. You know, I was talking to him. Weet u, ik sprak met hem. Take it easy. En hij zei, ik wil het rustig aan doen. He said, listen to him. Hij zegt, ik luister naar hem. We gaan het rustig aan doen. And his power is so strong. En zijn kracht is zo sterk. Power is so strong where I'm standing. Waar ik nu sta. I can
can see that fellowship. It is happening between me and him. En ik kan die gemeenschap zien plaatsvinden tussen mij en hem. Jesus is here. Jezus is hier. Halleluja. Halleluja. Hij is hier. Open yourself to receive. Open yourself om te ontvangen. He's all over this place. Hij is aan deze gehele plaats. Just let him come to you and touch you. Laat hem naar u toe komen en u aanraken. That pain will leave now. Die pijn zal u. That heavy body will leave you now. Die hevige last zal u nu verlaten. Yes, Jesus, go to them. Jezus, ga naar ze toe. Remove that body. En haal die last weg. They see you like you are confusion. That is how you are in the spirit. En sommigen van u zien u verwarring. Dat is hoe u bent in de geest. But that confusion is leaving you. Maar die verwarring verlaat u. That spirit of confusion. Die geest van verwarring. That is how they see you in the spirit. Dat is hoe ze u zien in de geest. Oppression. En bevrijdt de verdrukte van satanische verdrukking. He frees the afflicted. Hij bevrijdt degene die het moeilijk hebben. Thank you, Lord Jesus. Dank u, Jezus. God is great deliverance. Prees een geweldige bevrijding. How many of you sense you are so free this morning? En hoeveel van u ervaren dat u zo vrij bent deze morgen. That Jesus just freed you. Yes. Nu Jezus heeft u zojuist bevrijd. That heavy body left. Deze zware last is van u. If you experience that this morning, just lift up your hand. I want to see you. I want to know whether the same thing is happening to you. En als dat vanochtend met u gebeurd is, er was een last die de Heer van u heeft afgehaald. Hij heeft dit van u afgehaald. Now don't wait for me to come to you then. U wacht niet tot ik naar u toe kom, als u diegene bent. I put my hand on you. It's not really necessary. Het is niet echt nodig om mijn hand op u te leggen. Let go. Laat het los. Open your Bible.
En u mag de Bijbel openen. Ik ga verder vanaf gisteren. But today I want to talk about how to assess the supernatural. Maar vandaag wil ik het gaan hebben over hoe het bovennatuurlijke binnen te gaan. Yesterday. Gisteren. We talk about. Hebben het gehad. Kortom, God still want me to emphasize. God wil nog steeds dat ik de nadruk leg. Your breakthrough is in the letting go. Over het feit dat uw doorbraak zit in het loslaten. And make up your mind after today. En zet uw zinnen erop naar vandaag. And you can walk out of this door. Dat u deze deur uit kunt wandelen. And meet that person. En die persoon kunt tegenkomen. You have to embrace the person. Dan moet u die persoon dan ook echt omarmen. All the prayers that you have been praying. Alle gebeden die u heeft gebeden. Today is your miracle day. Daarvan is vandaag uw wonderdag. To receive that person. Om die persoon te ontvangen. Voor wie die persoon is. You know, there was a time in my life. Weet u, er was een tijd in mijn leven. I went through a terrible experience. Dat ik ging door een hele verschrikkelijke ervaring. Somebody took a lot of money from me. Iemand had heel veel geld van mij gestolen. And I ended up with 30,000 euros debt. En uiteindelijk stond ik 30.000 euro in schulden. And the person left. En die persoon is weggegaan. I went into too much debt. En ik ben daardoor heel erg in de schulden gegaan. And I was a student. En ik was een student. It was a very frustrating time in my life. En het was een hele frustrerende tijd in mijn leven. Now, God gave me a job. Nu, God gaf mij een baan. Good salary. Met een heel goed salaris. Everything was good. En alles was goed. I was paying the bill like a joke. I was paying 2,000 euro, 3,000 euro. I was just paying it. I did not feel it because I had the money. En ik betaalde die rekening af en ik voelde het niet dat ik het afbetaalde, omdat ik het geld daarvoor had. The job gave me a lot of money. Want die baan leverde me heel veel geld op. And one day, en op een dag. I was going to have lunch with my wife at Schiphol. Ging ik op Schiphol lunchen met mijn vrouw. I was working in WTC. Want ik werkte bij WTC. So I left my office. Dus ik verliet mijn kantoor. I know what happened that day. My wife was bought me a shoe, so I'll never forget. En weet je wat er gebeurde? Ik zal nooit vergeten die dag kocht mijn vrouw een schoen voor mij ook nog. So I went to Schiphol. Dus ik ging naar Schiphol. After while we were eating. En nadat, terwijl we hadden gegeten. The colleagues of my wife. They saw me. Zagen de collega's van mijn vrouw mij. I really know why you keep on calling this guy. You really catch this guy. En ze zeiden van, hey, ik begrijp echt hoor, waarom je met deze man in bent hoor. Waarom je hem hebt gevangen hoor. So I told my wife. Dus ik zei tegen mijn vrouw. Human beings are so blind. Yeah. Mensen zijn zo blind hè. Everybody loves everything that is finished. Yeah. Iedereen houdt ervan, alles wat mooi afgerond is. Somebody loves volledig is. Is ugly. Maar niemand houdt van dingen die lelijk zijn. When I was ugly, toen ik lelijk was, I came to you. Ben ik tot u gekomen. These colleagues of yours could not, when they see me that time, they would say you are confused. En konden ze, als ze me die tijd hadden gezien, hadden die collega's je verteld dat ik verward zou zijn. Now nobody knows why I love my wife. En niemand weet waarom ik zo van mijn vrouw hou. I love her too much that I cannot substitute nothing for her. Halleluja. En ik hou zodanig van haar dat ik niks van haar kan vervangen. And I don't need to tell you the story. En ik hoef u het verhaal niet te vertellen. It's not necessary. Dat is niet nodig. And we finished lunch. En uiteindelijk waren
uitgeluncht. I met this person. En ik kwam deze persoon tegen. That sent me to 30,000 euro debt. Die mij voor die 30.000 schuld had laten opdraaien. I could do two things. Nou, had ik twee dingen kunnen doen. I could slap the person. Ik had die persoon een klap kunnen geven. But this is what I need. Maar dit is wat ik deed. I embraced the person. Ik omarmde die persoon. I said, I love you. En ik zei, oh, God bless you. God zegen je. En ik liep weg. And I called my wife. En ik belde mijn vrouw. She said to me. En ze zei tegen me. And what did you do? En wat heb je dan gedaan? I said nothing. Ik zei niets. Because she knows the pain. She met me in that situation. Actually, she did not have debt. I brought 33,000 euro debt into her life. En ze kende die pijn van mij, want ik had haar toen ontmoet in die situatie. En ik had er zelfs voor gezorgd dat mijn vrouw daardoor ook die 30.000 schuld had. 33.000 euro debt, she didn't 33.000 euro schuld en ze had nooit schulden. So she asked me, what did you do? Dus ze vroeg mij, wat heb je toen gedaan? I said, I let go. Ik zei, ik heb het losgelaten. Ze zei, wauw, je bent echt voor de test geslaagd. She came on that day. En ze kwam thuis die dag. We celebrate again for her. En we hebben lekker verder gevierd. Halleluja. Now, en nu I don't owe nobody. Halleluja. Ben ik niemand iets Dank u, Jezus. Verschuldigd. You know why? Weet je waarom? I want to tell you today how to access the supernatural. Ik wil u vandaag vertellen hoe het bovennatuurlijke in te gaan. Yesterday. Gisteren. Somebody said this story. How does it lead to? Don't worry. You can never teach. I don't know why people are trying to teach the Bible. Don't teach. Don't try to teach the Bible. Let the Holy Spirit teach. Yes. The Bible. Amen. En ik weet niet waarom mensen altijd proberen de Bijbel te onderwijzen, maar laat de Heilige Geest de Bijbel onderwijzen. And I'm free from the devil. En ik ben schuldvrij. Long time ago. Lang geleden. Long time. Lang geleden. Debt free. Schuldvrij. I paid the money. Ik heb het geld betaald. To my wife. Aan mijn vrouw. You're not gonna pay no debt. En je gaat geen enkele cent betalen. No, we did not go to court to split the bills. Because now these people are getting married and say, how much bill do you have? You don't want to pay your bill. You are not yet married. You are divided. Yeah. And that is the confusion for most people. Mm-hmm. You want me to marry you, but you don't want to share in my problem. We are not married yet. No. We are divided. Yeah. And that division will still bring separation. Yeah. Yeah. Amen. Yeah. En op het moment dat je dus ervoor gaat dat je zeg maar naar de rechtszaal gaat en je gaat je schulden delen als je getrouwd bent, dan betekent dat dus dat je niet getrouwd bent, maar je bent verdeeld. En dat is al een zaad voor verdeeldheid wat je zaait. Dan ben je dus niet één. Maar ik zei tegen haar, maak je niet druk, ik betaal de rekening. We pay the bill. We hebben de rekening betaald. We, when I say we, because we are one. Wanneer ik wij zeg, dan is dat omdat we één zijn. And I thank God for that great experience. En ik dank God voor die geweldige ervaring. Well, help to teach me that I am a billionaire. Want het heeft me juist geholpen om mij te leren dat ik een biljonair ben. Iemand zegt really? Echt. I don't know who you are. Ik weet niet wie u bent. Maar ik kan u alleen maar vertellen wie ik ben in God. If you say you are broke, you can stay with your broke chairs. Als u zegt dat u arm bent, dan kunt u blijven bij uw armzalige stoelen. We had a revelation yesterday. We hebben gisteren een openbaring gehoord. That the basis. Dat de basis for every miracle voor elk wonder is God. God is. There's somebody God. Zeg er iemand God. And we define
En we hebben gedefinieerd. The definition of God. De definitie van God. One that must be worshipped. Degene die aanbeden moet worden. As having supernatural abilities. Als bovennatuurlijke bemachtiging hebbende. That is the definition of God. Dat is de definitie van God. We also found out that God is the supreme being. En we hebben ook gezien dat God het opperwezen is. He is the highest in rank. Hij is de hoogste in rank. And the highest in authority. En de hoogste in autoriteit. The Bible says. De Bijbel zegt. In the book of Luke. In het boek van Lucas. 18 vers 27. Lucas 18 vers 27. Said that which is impossible with man. Datgene wat onmogelijk is bij de mens. With God is possible. Is mogelijk bij God. And we also found that. En we hebben ook gezien. A miracle. Dat een wonder. Is not something. Niet iets is. That can be achieved. Dat bereikt kan worden by any human means. Door menselijke moeite. Even the medicine that you take. Zelfs de medicijnen die u inneemt. God is the one that created the plans. Daarvan is God degene die die plannen heeft gemaakt. So everything. Dus alles. That happens on the face of it. Wat hier op aarde plaatsvindt. Is a miracle. Is een wonder. And we also found out. En we hebben ook gezien. What scientists are trying to discover is not a miracle. Dat wat wetenschappers nog proberen te ontdekken is geen wonder. Anything that you can figure out is not a miracle. Alles wat u zich nog kunt bedenken is geen wonder. That's why the basis for miracle. Daarom de basis voor wonderen is God. Is God. Amen. You must have that as your fundament. En dat moet u dus als uw fundament hebben. But now to take it a little bit higher. Maar nu om het hoger op te nemen. You must also understand. Moet u ook begrijpen. God. Dat God. Doesn't operate. Niet opereert. By natural laws. Door natuurlijke wetten. That's why his name. En daarom is zijn naam. Is one that must be worshipped as having supernatural abilities. Is degene die aanbeden moet worden met het bovennatuurlijk vermogen. So on one hand we have God. Dus aan de ene hand hebben we God. But on the other. Maar aan de andere hand. We must also know him as a supernatural being. Moeten wij hem ook kennen als een bovennatuurlijk wezen. Now, I am how I am gonna flow in the supernatural. Nu, hoe ga ik dan vloeien in het bovennatuurlijke? Does he need my ability? Heeft hij daarbij mijn vermogen nodig? No. Nee. What does God expect of me? Maar wat verwacht God dan van mij? That is what we are about to see today. En dat is wat we op het punt staan te zien vandaag. Open to the book of 2 Kings. We gaan open naar het boek van 2 Koningen. You know, weet u? From the day that I realized that my one day that I can miss church, I can miss my biggest breakthrough as I did my best to always go to church, whether I like it or not. En vanaf de dag dat ik heb begrepen dat mijn grootste doorbraak in een kerkdienst kan zitten, is er geen enkele dag dat ik nog ooit een kerkdienst heb willen missen. Amen. You see? Ziet u? We have been trained. Er is ons geleerd. To seek miracles. Om wonderen te zoeken. But we never understand. Maar we hebben nooit begrepen. Who is the source of miracles? Wie daarvan de bron is. And how miracles happen. En hoe wonderen eigenlijk manifesteren. So 2 Kings chapter 6. Dus 2 Koningen hoofdstuk 6. Start reading for me from verse 8. En we gaan beginnen te lezen vanaf vers 8. That's somebody supernatural. En zegt hij dan bovennatuurlijk.
Let me see the scene. En laat maar kijken naar vers 8. When the king of Syria was warring against Israel after counseling with his servants, he said, in such and such. Now, that king is Ben-Hadad. And die koning is Ben-Hadad. He says, in such and such a place. Hij zegt op zo en zo een plaats. That is what he says. Dat is wat hij zei. In such and such a place. Op zo en zo een plaats. Shall be my camp. Zal mijn kamp opgesteld zijn. Vers 9. Vers 9. Then the man of God. En toen de man van God. Sent to the king of Israel saying. Beware that you pass not. Such a place. For the Syrians are coming down there. So the enemy made a plan. Dus de vijand had een plan gemaakt. To attack. Om aan te vallen. But it was revealed. Maar het werd openbaard. Vers 10. Vers 10. Then the king of Israel sent to the place of which Elisha told and warned him. And thus he protected and saved himself there repeatedly. Vers 11. Vers 11. Therefore, the mind of the king of Syria was greatly troubled by this thing. The enemy planned to destroy you, but every time that he set a trap, you always knew what he's about to do. En de vijand wil u eigenlijk vernietigen, maar iedere keer dat hij een aanval op u probeert te plegen, weet u altijd wat u moet doen. By this thing, and he called his servants and said, will you show me who of us is for the king of Israel? Because it's strange. I stay in my room. I talk to my husband. I talk to my kids. You are not in my house. You are not in my room. But you can see in my room. You can know what is happening in my room. You can hear my conversation. So he said, how can this be? En die denkt dat het raar is van, oh, je bent niet in mijn huis, je hoort niet wat er met mijn kinderen gebeurt, je weet niet wat ik aan het doen ben, maar hoe weet je dat dan wel? Hoe kan je dat dan weten? Dat is toch raar? Vers 12. Vers 12. One of these servants said, no, my lord, O king, but Elisha, the prophet who is in Israel, God would like to live. God is vandaag. And give somebody a word. God is gekomen en heeft iemand een woord gegeven. He said, forgive. Hij zegt vergeef. Open your hands to embrace. En open uw armen om ze weer te omarmen. Because he want to do something. Want hij wil graag iets doen. So the enemy will wonder. Dus de vijand vraagt zich dan af. How do they know? Hoe weten ze dat? Who told them? Wie heeft het ze dan gezegd? Who told her to change? Wie heeft haar verteld om te veranderen? I wanted her to stay the same. Ik wilde graag dat ze zo bleef. Now she will all of a sudden change. En nu is ze opeens veranderd. Vers 13. Vers 13. He said, go and see where he is, that I may send and seize him. And he was told him, he is in Dothan. Vers 14. So the Syrian king sent their horses, chariots, and great army. They came by night and surrounded the city. Vers 15. Vers 15. You see, they surrounded the city. Ziet u, ze omringden de stad. Many people were in the city. En vele mensen waren in de stad. They don't even know. En ze wisten niet eens that the enemy is in the city. Dat de vijand in de stad is. That is how some Christians are. En dat is ook hoe sommige christenen zijn. The devil is in your life. De duivel is in uw leven. You don't even know. U weet het niet eens. You are sleeping. U slaapt. You are still very passive. U bent nog steeds heel erg passief. Sunday you pick your Bible to church. En zondag neem je je Bijbel mee naar de kerk. But the devil, maar de duivel is, right where you are. Is daar waar u bent. En u weet het niet eens.
Tell somebody supernatural. En zeg tegen iemand boven natuurlijk. So the first revelation is God. Dus de eerste openbaring is God. Is supernatural. En de tweede is bovennatuurlijk. When the servant of the man of God rose early and went out beyond an army with horses and chariots was around the city. Elisha's servant said to him, "Alas, master, what shall we do? What shall we do?" Wat moeten wij doen? Jesus also made such a statement. Jezus maakte ook zo'n soort uitspraak. I am coming there. En daar kom ik op terug. Now for you to assess the supernatural, you must take your eyes off first from the natural. Write it down. En schrijf het op. Voor u, om het bovennatuurlijke te kunnen binnengaan, moet u allereerst uw oog nemen van natuurlijke zaken. One of the things. Een van de dingen. That have caused many people. Die ervoor heeft gezorgd dat vele mensen. Not to receive. Niet te kunnen ontvangen. Their miracle. Hun wonder. They are too busy. Is omdat ze te bezig zijn with the natural things, met de natuurlijke dingen that is happening in their lives. Die in hun leven plaatsvinden. They are too busy. Ze zijn te bezig. And as long as you are too busy, en zolang u nog steeds te bezig bent with the natural, met de natuurlijke dingen you can never know, kunt u nooit weten or see, of zien what the Lord, wat de Heere has for you, voor u heeft. So you see, dus ziet u Elisha zijn dienstknecht zei tegen hem, that is Gehazi. En dat is Gehazi. Elisha, my master, what shall we do? Wat moeten wij doen, mijn heer? He saw the army. Hij zag het leger. He saw the challenge. Hij zag de uitdaging. You get up in the morning. U wordt 's ochtends wakker. You saw that incasso bill. En u heeft die incasso brief gezien. When you look at your body. En wanneer u naar uw lichaam kijkt. You can feel. Dan kunt u voelen that I am dealing with diabetes. Dat u te maken heeft met suikerziekte. With my body. Met mijn lichaam. You can be feeling pain. U kunt pijn voelen. In your body. In uw lichaam. And you feel. En u voelt. I am really feeling pain. Dat u heel erg veel pijn heeft. There are two things that you can do. Dan zijn er twee dingen die u kunt doen. You can focus on the pain. U kunt zich focussen op de pijn. You can choose to see the pain. U kunt er dus voor kiezen om die pijn te zien. And you don't see what God wants you to see. En dan ziet u ook niet wat God wil dat u ziet. Or you take your eyes off the pain. Of u haalt uw ogen weg van die pijn. And you embrace what God wants you to see. En u omarmt dan wat God wil dat u ziet. Now listen. Nu luister. You can never. U kunt nooit. Experience the power of God. De kracht van God ervaren. As long as you are very busy. With the, your natural problems. Zolang u nog steeds veel te veel bezig bent met uw natuurlijke problemen. You can never grow. U kunt nooit groeien. In God. In God. As long as you are busy with the things that are in your life. Zolang u nog steeds bezig bent met alle dingen in uw leven. Those natural things. Die natuurlijke dingen. But we have to understand. Maar we moeten begrijpen. Man. Dat de mens. Lives in two worlds. In twee werelden leeft. Everybody. Iedereen. If you are
are born again. Als u wederom geboren bent. You live on earth. En u leeft op aarde. But you live in also in the third heaven. Dan leeft u ook in de derde hemel. If you are an unbeliever. Als u ongelovig bent. You live on earth. Dan leeft u op aarde. But also in the spirit world. Maar dan bent u ook in de geestelijke wereld. You are functioning in the kingdom of darkness. En dan functioneert u dus in het koninkrijk der duisternis. Because we are spirits. Want wij zijn geest. Vers 16. Elisha answered. En Elisa antwoordde. Now, these are two different people. Nu, dit zijn twee verschillende mensen. Fear not, for those with us are more than those with them. So. The question is, dus de vraag nu is: did Elisha not know? Wist Elisa dat niet? That the enemies were there? Dat die vijanden daar waren? He knew. Hij wist het. But look at his response. Maar kijk naar zijn reactie hierop. He said something else. Hij zei iets anders. Oh. Why? Waarom? Because. Omdat. If you cannot. Als u niet. Behold. Kunt zien. The invisible. Het onzichtbare. Nothing will ever happen to you in the natural. Dan zal er ook nooit iets met u in het natuurlijke plaatsvinden. If your eyes. Als uw ogen. Is not in the spirit world. Niet gericht zijn in de geestelijke wereld. You can never function in the natural world. Dan kunt u nooit in de natuurlijke wereld functioneren. Because it is the spirit world. Want het is de geestelijke wereld. That controls the natural. Die de natuurlijke wereld beheerst. What you see in the natural. En wat u ziet in het natuurlijke. Is already something that is happening in the spirit. Is al iets wat al reeds gaande is in de geest. Now we are getting there. En we gaan daar naartoe. Vers 17. Elisha prayed. Lord, I pray. Open his eyes. Now listen to me. Nu luister naar me. You know why? Weet u waarom hij dit bad? Gehazi. Has been with Elisha. Is met Elisa geweest. He has seen a lot of miracles. En hij heeft heel veel wonderen gezien. But he doesn't still know. Maar hij wist nog steeds niet. The God of miracles. Hij kende nog steeds niet de God van wonderen. There are many Christians. Er zijn vele christenen. That they have seen, they have got one testimony to the other. Die de ene getuigenis naar de andere hebben gehad. Every time they deal with the situation, maar elke keer dat ze weer met de situatie te maken hebben. They just act as if they never experienced a miracle. Gedragen ze zich altijd weer alsof ze nooit een wonder hebben gehad. Do you know why? Weet je waarom het is? They don't know the God of miracles. Dat ze de God van wonderen niet kennen. And also, en ook. They don't know. Ze kennen niet. How to assess. En weten niet hoe in te gaan. The supernatural. In die bovennatuurlijke atmosfeer. Because. Want. Gehazi. Just saw. Zag. In 2 Kings. In 2 Koningen. Chapter 5. Hoofdstuk 5. How Elisha. Hoe Elisa. Performed a miracle. Een wonder verrichtte. In the life of Naaman. In het leven van Naaman. He also saw. Hij zag ook. In the same 2 Kings. In diezelfde 2 Koningen. Vers 1 to 6. Vers 1 tot en met 6. How Elisha. Hoe Elisa. Was an axe. Ervoor zorgde dat er een bijl. To swim on the water. Ging zwemmen op het water. He saw it. Hij zag het. He witnessed it. Hij had het gezien met zijn eigen ogen. But he didn't understand it. Maar hij begreep het niet. You can be moving with somebody. U kan met iemand omgaan. That is so anointed. Die heel gezalfd is. Yet you don't know how he operates. En toch weet u niet hoe hij opereert. You can be dreaming. U kunt dromen. I want to be him. Ik wil hem zijn.
You can never be him. Maar u kunt hem nooit zijn. Until you know how he operates. Totdat u weet hoe hij opereert. And that is our problem. En dat is nou juist ons probleem. Oh man of God. Oh, man van God. Ja, leg maar je hand op mij. En ze noemen dat zalvingsdienst. Double, triple, four portion. 100 portion. En dubbel, drievoudig, 100-voudige porties. And the holy anointing oil. En ze houden hun zalvingsolie vast. They shook it. En ze schudden het. They prayed. Ze bidden. They come. En ze zeggen komen. Double portion. Ja, dubbele. Portie. You see that service, even the maar ziet u, not coming die dienst, to regularly. Zelfs degene die niet vaak naar de dienst komt, die komt daar dan wel, hè? Ja. Yeah. Yeah. Dus take the anointing. Kom en neem die zalving, ontvang die zalving die de juk verbreekt. So before the church opens, dus voordat de kerk om 7 uur opent, that person is already there. Dus is die persoon al aanwezig, hoor. Is that the door? Die staat al aan de deur. Tell the doorkeeper why you late to open the door. En die persoon kan zelfs tegen de deur openen en zeggen, waarom ben je zo laat dat je die deur nu pas opent? They are coming today. Ze komen om te ontvangen. I don't know who really deceive Christians that much. Maar ik weet niet wie christenen zo misleidt. What makes you think that things just happen like that? Wat laat je nou denken dat dingen gewoon zo zomaar even gebeuren? Wie zegt u dat het zo op die manier gaat? That's why some people too. En daarom sommige mensen. They are trying to copy somebody. Proberen iemand anders te kopiëren. So they for a while. Dus dan doen ze het een tijdje. They get frustrated. En uiteindelijk raken ze gewoon gefrustreerd. They live by saying, I used to be anointed. I used to be. I used to be. I used to be. Yesterday is gone. En dan gaan ze ook nog zeggen, ja, ik was ooit gezalfd. It's good that it happened yesterday. What about now? Yeah. Maar het is prima dat het gisteren is gebeurd, maar hoe zit het dan met nu, vandaag? Yeah. Hoe zit het daarmee dan? He is the same. Hij is dezelfde gisteren, today, vandaag and forever. En voor eeuwig. Jesus. Yes. I will not finish this. I will just raise your curiosity a little bit, then I let you go. And I will continue this anytime that the Lord say, continue. En ik zal hiermee verder gaan wanneer de Heer me zegt om dat te doen. Maar op dit moment is dit om uw nieuwsgierigheid een beetje aan te raken. So, I know that we have read the story of Elisha and the servant, but I don't know whether some of you ever saw it this way. En ik weet wel dat we het verhaal hebben gelezen van Elisa en Gehazi, maar ik weet niet of u het ooit wel op deze manier hebt gezien. Now, Elisha prayed. Nu Elisa bad. Because he found out. Omdat hij had gezien. This man. Dat deze man. Had been with me. Met hem was. Saw the miracle. En hij zag de wonder. En toch. He is still intimidated. Was hij nog steeds geïntimideerd. That means. Dat betekent dat. He doesn't even know the God that he said. Dat hij zelfs niet de God kent. Die ik dien. There are children of God that when something happens in their life. Er zijn kinderen van God dat wanneer er iets gebeurt in hun leven, dat ze helemaal beven. I just had an experience. En ik had zojuist een ervaring. It's not to be proud. En het is niet om er trots van te worden. I came from upstairs and I was talking to my wife. My wife spoke back to me. She said to me, sweetheart, you know this is nothing right. You know, whenever you are dealing with something, talk to the right people. Don't just talk to any foolish person. Mm. So she told me, sweetheart, you know, this thing is nothing right. It's okay. But I was talking to her based on what the Lord revealed. So she didn't understand me. But she encouraged me. So what did I do? I took what she said because it's also true. God! En ik kwam van boven en ik had een gesprek met mevrouw. En mevrouw zei tegen me, lieverd, het is oké, hoor, dit is niets hoor. Maar ik sprak tegen haar gebaseerd op wat de Heer mij had laten zien. En zij op dat moment bemoedigde mij met iets wat ook waar was. Akutella. En ik had het ook tegen haar kunnen zeggen. You don't know what I saw. Je weet niet wat ik heb gezien hoor. See you, mama. En ik hield op dat moment gewoon mijn mond. So the next day, dus de volgende dag.
The problem only begin to surmount itself. Begon het probleem zichzelf alleen maar op te stapelen. So, I call her again. Dus ik riep haar weer. Where are you? Ik zei, waar ben je? Normally I pray from 11 o'clock. En normaal bid ik vanaf 11 uur. I was about to come downstairs to pray. En ik stond op het punt om naar beneden te komen om te bidden. I didn't want to pray. Maar ik wilde niet bidden. Because I want to solve the problem. Want ik wilde eerst het probleem oplossen. I hear the Spirit of the Lord say. En ik hoorde de Geest des Heeren zeggen. It's good that you have now you are training yourself to solve problems by yourself. Solve it. En prima hoor dat je nu in één keer jezelf gaat trainen om problemen op je eigen kracht te gaan oplossen. Ga dan ook maar oplossen. It's good. Het is goed. To start hearing God like your friend. Om God beginnen te verstaan als vriend. Sometimes I talk to people and the way God talks to me is, it's like I am talking to him now. En soms hoor ik mensen en. So I hear him talk to me like this. Ik hoor God spreken met mij als een vriend. That's why I don't do anything to I hear till I hear him talk. En daarom doe ik ook niets totdat ik hem eerst hoor spreken. It's just my life. Zo is mijn leven. Bring 1 million, put it in front of me. Breng maar 1 miljoen voor mijn neus. En zet het voor mijn neus. So, en daar ga ik echt niet bewogen worden. En de mensen die mij om mij heen zijn, die weten dat. A brother came one day to me. En een broeder is op een dag naar me toegekomen. So, buy a car. En zegt, ik wil graag een auto voor je kopen. A brand new car. Een splinternieuwe auto. I look at him. En ik keek naar hem. I said, thank you for ik zei, that. Dank je wel daarvoor. For that suggestion. Voor die suggestie. I went home. Ik ging naar huis. The Lord said, tell him you don't need this car, because that is drug money. En de Heer zei tegen mij, zeg tegen hem dat je zijn geld niet nodig hebt, want dat geld komt van drugs af. He was shocked. En hij was daar gechoqueerd door. How did I know? Hoe wist ik dat? How did I know? Hoe kon ik dat nou weten? I said this supernatural. Maar het is omdat ik een bovennatuurlijke God dien. Because I would have been partaking. Yeah. In blood. Want anders had ik deelgenomen in bloed. Without knowing. Zonder dat ik het had geweten. Because I hear money. Omdat ik dan had geluisterd naar geld. It doesn't work like that. En zo werkt het dus niet. Spiritual people. Geestelijke mensen. They operate differently. Opereren anders. Hallelujah. Hoort u dat? So sometimes. Dus soms. Somebody can say, why is he not interested? Kan iemand denken van, ja, maar waarom is hij dan niet geïnteresseerd? I'm not my own boss. Dat is omdat ik niet mijn eigen baas ben. I have my boss. Ik heb een baas. Amen. Amen. Yes, God. Yeah. You see? Yes. Ziet u? I wasn't born from a poor family. Ik ben niet geboren uit een arme familie. My parents, they had money. Mijn ouders hebben geld gehad. Mm-hmm. And right now, the father that I have now. En nu, de vader die ik nu heb, is de rijkste van de hele wereld. Halleluja! God Almighty! God Almachtig! Yes! Oei! En de derde dag! En de derde dag I came downstairs kwam ik naar beneden, die ochtend. There was a prayer. En de Heer zei, bid. I started to pray. Ik begon te bidden. He said, I want you to change this in the spirit. Hij zei, wil je dit en dat veranderen in de geest? Change that in the spirit. Verander dat in de geest. Then he said to me, en toen zei hij tegen mij, go do the exams. Ga het examen nu doen. Hmm. Wow. When something is in you, want wanneer iets in u is, you don't think, dan hoeft u er niet over na te denken. Produce it. Dan produceert u het. Why? Waarom? Because the producer. Omdat de producer is in you. In u is. And the whole problem. En het hele probleem was solved. Werd opgelost. Because. Omdat. Somebody saw. Iemand eerst had gezien. Somebody hear God. En iemand had eerst God gehoord. Elisha. Elisa. Saw. Zag. And heard. En hoorde. He saw. Hij zag. And he heard. En hij hoorde. So what did he do? Dus wat deed hij? The situation is saying.
de situatie vertelt. The water is finished. Dat het water op is. Elisha zei. Elisha zei. I saw a full bottle. Ik heb een volle fles water gezien. You. U. You are looking at this water. U kijkt naar dit water. It is finished. En u ziet dat het op is. But God. Maar God. When God brings you into the supernatural, wanneer God u in het bovennatuurlijke brengt, you don't look at what you see. Dan gaat u niet meer kijken naar wat u ziet. You start seeing what God sees. Maar dan begint u te zien wat God ziet. So when you talk, dus wanneer u spreekt, what you are saying, wat u dan zegt, is always contrary, is dan altijd het tegenovergestelde what is happening, van wat er daadwerkelijk gebeurt. So everybody can say, is he crazy? Dus iedereen kan dan zeggen, is hij gek geworden of zo? No, I am not. Nee, dat ben ik niet. I just see some things that you don't see. Maar ik zie gewoon bepaalde dingen die u niet ziet. And how can you see? En hoe kunt u zien? If I've been moving with you. Als ik met u omga. Every time. Elke keer. Every little thing. Dat is elk klein ding. Now this pressure that happened to me. Nu deze druk die met mij plaatsvond. I was talking to the person on the other side of the phone. Dus sprak ik met de persoon aan de andere kant van de telefoon. The person was so nervous. En die persoon was zo nerveus. The person was screaming. Die persoon was aan het schreeuwen. The person asked me, en toen vroeg die persoon mij. Why are you calm? Waarom ben je nou zo kalm? I said, what do you want me ik zeg, wat wil je dan dat ik doe? Say if I become nervous, does that change anything? Als ik nu helemaal zenuwachtig begin te worden, verander ik daar dan iets mee? If I scream, did that change anything? Als ik nu ga schreeuwen, ga ik daar dan iets mee veranderen? Jeez. So my eyes was fixed on what he said. Dus mijn ogen waren alleen maar gefixeerd op datgene wat hij had gesproken. It becomes my picture. En dat werd dus mijn beeldvorming. It becomes my vision. Dat werd dus mijn visie. It becomes what is the reality en for dat me. Was dus de realiteit voor mij. The reality for me. Want de realiteit voor mij was, what God said. Was alleen maar wat God had gesproken. Was not what en dat was dus the niet natural. Wat ik in het natuurlijke zag. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? So what did he do? Dus wat deed hij? He prayed. Hij bad. He opened his eyes. That he may see. And the Lord opened the young man's eyes. And he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elijah. Because he saw. Omdat hij zag. In the supernatural. In het bovennatuurlijke. He stopped becoming nervous. Stopte hij met nerveus te zijn. If God opened your eye today, als God uw oog opent vandaag. And you see all these warring angels around you, en u ziet al deze strijdengelen om u heen. You will not call for a bodyguard. En gaat u niet roepen om een bodyguard. I think your walk on earth will change. Dan denk ik dat uw wandel hier op aarde zal veranderen. Some of you, I think you will not be standing on your legs. You will surely be moving your legs. En ik denk niet eens dat sommigen van jullie dan nog op jullie benen kunnen staan, maar jullie gaan dan op jullie tenen lopen. You know why? Weet u waarom? Because you are seeing past your natural circumstances. Omdat u dan verder bent gaan zien dan uw natuurlijke omstandigheden. Halleluja. The realm of the supernatural. Atmosfeer van het bovennatuurlijke. Cannot be manifested by man. Kan niet gemanifesteerd worden door de mens. Only God. Alleen God. Can bring you there. Kan u daar brengen. Next time. De volgende keer. I'm gonna be telling you how we wanna bring you there. Ga ik u vertellen hoe hij u daar wil brengen. Not next week. En niet volgende week. I say next time. Ik zeg de volgende keer. Which I don't know when. En ik weet niet wanneer dat is. But it's very important. Maar het is heel erg belangrijk. That we understand. Dat wij begrijpen. Our natural circumstances. Dat onze natuurlijke omstandigheden. Is not always the reality
of what is received in the spirit. Dat het niet altijd de werkelijkheid is van datgene wat wij kunnen zien in de geest. 1 Koningen 17. Vers 13. I want to show you something. Ik wil u iets laten zien. You know, I don't know how to tell people. En ik weet niet hoe ik tegen mensen moet zeggen. I did not tell them what happened when that brother met. So the brothers stopped attending the service that I was going to preach to them every week. The brother said, you don't want to take anything from me. So why should I join this group? I don't want to be here anymore to listen to what you are saying because you don't receive nothing from me. I said, no. For God so loved the world that he gave. God did not die for you because you have anything to offer. I just came to give you love. You don't want to take love, but I know what he was dealing with. He was dealing with drugs. So he found it strange because one of the ways that people in the world, they satisfy their conscience when they do evil. They do this thing that they call retribution. Tell somebody retribution. So you do something evil. You send money to the poor somewhere in Africa and you think you are doing God a favor. You let me not preach. That is not my message for today. So they are trying to please their conscience. So people have become slaves to money. That's why they are never rich. They are always broke. Can I teach you something? Rich people are not slaves to money. Let me go. En ik heb u niet verteld wat er uiteindelijk met die broeder was gebeurd toen ik die auto niet wilde aannemen. If I look at you, I see that you're gonna be rich. I will tell you how you will get there. I will see characteristics in your life, and I will know that you're gonna be very wealthy. Because there is no rich man on this planet that goes to work thinking about money. They never. Money is not even in their head. But one day I will tell you what is in their head. Now, are we still here? Yes, sir. Why don't you ask yourself? All these people, that's why I want to make money. I want to make money. En waarom vraagt u zich niet af? Al die mensen die zeggen ik wil geld maken, ik wil geld maken. They never make money. Ze maken nooit geld. Get brains. Word wijs. Because you don't know how the financial world operates. Het is omdat u niet weet hoe de financiële wereld opereert. Elijah said to her. En Elia zei tegen haar. Fear not. Vrees niet. Go and do as you are said. But make for me a little cake of it first. Now there was poverty. Nu, er was armoede in het land. Mass poverty. Massale armoede. Israel was suffering. Israel leed. This woman was having a Gentile. Deze vrouw was zelfs een onbekeerde. What happened? En wat gebeurde er? The man of God go to her. De man van God ging naar haar toe. Why? Waarom? God sent him. God had hem naar naartoe gestuurd. Point number two. Punt 2. The woman had her last bread. De vrouw had haar laatste brood. To eat and die. Om te eten en dan zou ze sterven. So she was focusing on that last dime. Dus ze was zo ontzettend gefocust op dat laatste beetje wat ze had. You know what the man of God was focusing? En weet u waar de man van God zich op focuste? But my God. Maar mijn God. Hey. Zal voorzien. All your needs. In al uw noden. According to his riches. Volgens zijn rijkelijkheid. In his glory. In zijn heerlijkheid. You know what the man of God en weet u wat de man van God zag? De Heere is, my shepherd. Is mijn herder. I shall not ik want. Zal geen gebrek hebben. Hij laat mij nederliggen. In groene weiden. He hij leidt mij. Is dat still water. Stille water. He restoring my soul. Hij brengt herstel in mijn ziel. You are calling poverty. U noemt armoede. I'm seeing Jehovah. Maar ik zie Jehovah Jireh. Halleluja, yes. You are saying you don't have peace. U zegt, u heeft geen vrede. I see a God that says. Ik zie een God die zegt. My peace. Mijn vrede. I give geef ik u. I
something else. Ik zie iets anders. You see something else. En u ziet iets anders. That's why you are worried. En daarom bent u zo bezorgd. And I am not. En dan ben ik dat niet. You cannot be in this realm. U kunt niet in deze atmosfeer zijn. When you are not one with the God you call God. Wanneer u niet één bent met de God die God noemt. That's why somebody told me, why are Christians poor? I will tell you why to be. They are not really one with the God they say. Amen. En daarom vraagt iemand mij soms aan mij van, ja, waarom zijn christenen echt daadwerkelijk arm? Dat is omdat ze niet eens zijn met de God die ze dienen. And another thing is, en weer iets anders. What is poverty for you? Wat is armoede voor u dan? And what is riches for you? Yeah. En wat zijn rijkdommen dan voor u? We have to define it. Yeah. Wij moeten het definiëren. To know who is really poor. Om te kunnen weten wie really echt arm is en wie echt rijk is. I'm not going there today. En daar ga ik vandaag niet op in. I said sometimes. Ik zeg soms. There's a lot of things in me. Zijn er heel veel dingen in mij. I don't want to talk to. Dat ik niet eens weet op wie ik moet spreken. So I see Christians. Dus ik zie christenen. You people notice, you know me sometimes. En hij kent me al een tijdje. Then if you hear me, I will say, well, the Lord is helping everybody. En dan knik ik en dan zeg ik, nou wel, de Heer helpt het iedereen. Because it's not everything that I must talk about. Omdat het niet altijd alles is waar ik iets over because moet zeggen. I can be putting something on you. Want ik kan iets misschien op u leggen. It will help you because en dat gaat u dan niet helpen. I am casting my bells to swine. Omdat het dan is dat ik mijn parels voor de zwijnen gooi. So, dus, there's somebody that's supernatural. Zeg tegen iemand die bovennatuurlijke. The woman, die vrouw, is talking about my last day. Sprak hier over haar laatste beetje. My last 1 euro. Haar laatste 1 euro. I went to a conference one day. En ik ben op een dag naar een conferentie geweest. The man of God said. En de man van God zei. So 1,000 euros. Zij 1,000 euro. I did not have it. En ik had het niet. I had nothing. Ik had helemaal niets. The Lord said to me. En de Heer zei tegen me. What do you have? Maar wat heb je dan wel? Yes. I said I have 5 euros. Ik heb 5 euro. That 5 euros was for my one burger in the night. En die 5 euro was voor mijn laatste boterham, mijn hamburger in de avond. I wanted to go to McDonald's. En ik wilde naar McDonald's gaan om te kunnen eten. I was hungry. Omdat ik honger had. So I was looking at them. Dus ik keek naar die 5 euro. You don't need to lie. En u hoeft er niet om te lachen. Because you were not in my shoes. Want u stond niet in mijn schoenen toen. I was a student. Ik was een student en ik sliep op straat. So I know what I'm talking. Dus ik weet hier waar ik het over heb. I even did some drugs. Ik heb zelfs in drugs gedeeld. Don't get me confused. I know exactly when I'm talking. I know where I came from. Ik weet het, als ik praat, weet ik dus waar ik vandaan kom. Ja, ja. I was. Then the Lord said. En toen zei de Heer. What do you have? Wat heeft u? You said the 1,000 euro is too much. Je zegt dat die 1,000 euro te veel is. Don't kill ga ik de profeet niet veroordelen? Wat heb je wel dan? Hij zei, papa. Ik zei, papa. Hij zei, go put it in. Hij zegt, oké, leg het neer. So. Now, dus nu, I don't know how to go home. Wist ik niet eens hoe ik naar huis moest. I live in Broek in Waterland. Ik woonde in Broek in Waterland. I don't know whether my leg could walk me to Broek. En ik wist niet eens of mijn been me kon brengen naar Broek in Waterland. Because you know to get to Broek in Waterland, you must swim over the river again. Want weet u, om naar Broek in Waterland te kunnen gaan, moet je eerst het kanaal over kunnen. There's somebody that's super nice. En dat is super nice. Dat is super nice. It's somebody that needs some. Hallelujah. And I put the money there. En ik legde het geld daar. I left. En ik ging weg. I was going. Ik ging weg. In the night. En in de nacht. This American tourist. Waren deze Amerikaanse toeristen. I was just going around the bus station. En ik liep rond bij het busstation. I picked some dollars. En ik had dollars opgepakt. On the ground. Van de grond. I went to the café. Ik ging naar het café. That night. Die nacht. I picked money on the street. En ik had geld van de straat opgeraapt. A lot of money. Heel veel geld had ik van de straat opgeraapt. En God keek naar me. So you see what 5 euro brought. Zie je wat die 5 euro je heeft gebracht uiteindelijk? The woman said. En die vrouw zei.
So it depends on what you are hearing. Yeah. Dus het is afhankelijk van hoe je en wat je hoort. Yeah. And what you are seeing. En wat je ziet. People never change. Mensen veranderen niet. Because they see their things, their natural situations too much, more than God. Dat is omdat ze altijd maar de natuurlijke situaties als meer zien dan God. So God can be talking. Dus God kan misschien spreken because tot u. Busy to solve the maar omdat u zo bezig bent met het probleem oplossen, you don't hear him. Hoort u hem uiteindelijk ook niet. Come on now, preach it. You know it better. Want u weet het wel beter. It's gonna work. Ja, het gaat wel werken. Because Tommy. Omdat Tommy succeed. Wel geslaagd is, dan denk ik ook wel dat het bij mij op die manier gaat gebeuren. Really? Echt waar? Let me tell you something. Maar laat me u iets zeggen. Many people are doing drugs. Veel mensen doen drugs. Hoe kan het dan zijn dat er maar een paar rijk van zijn geworden? Because the other ones are slaves to dat is omdat die anderen de slaven zijn van de daadwerkelijke baas. I don't wanna go there today. En ik wil daar vandaag niet op ingaan. They know things that you don't know. Zij weten dingen die u niet weet. Some of them are even connected to these occultic things. Want sommige van hen zijn zelfs geconnect met al die occultische dingen. And you are a slave to them. En u bent een slaaf van hen. You don't know. En u weet het niet. You say I'm hustling. En dan zeg je, ja, ik ben lekker aan het hustelen. 10 years. 10 jaar lang. 40 years. 40 jaar lang. You have a small bag. En nog steeds heb je een kleine tasje bij je. En je loopt nog steeds op straat. 50 years. 50 jaar, je loopt nog steeds op straat. En je bent nog steeds aan het hosteren. 60 jaar, je loopt nog steeds op straat. When are you going to know that you are old? Maar wanneer ben je het nou aan het doen tot wanneer? Totdat je oud bent. I'll be rich one year. Nee, nee, want dan ga ik. You are never rich. Maar nooit meer. 20 years. 20 jaar lang al. 30 jaar lang al. Brother, you are confused. En broeder, je bent gewoon dus verwaard. Ja, kom op nou. Preach it. Are we there? En zijn we daar? He said, bring it to me and afterward prepare some for yourself and your son. And verse 14. And verse 14. For thus says the Lord. Lord. Want zo zegt de Heer. De supernatural. Het bovennatuurlijke. The God of Israel. De God van Israël. It did not say, thus says Elisha. En het heeft dus niet gezegd, zo spreekt Elisa. No. Nee. It didn't. Dat heeft het niet gezegd. The jar of meal shall not waste away, or the bottle of oil fail. Until the day that the Lord sends rain upon the earth. That means. En dat betekent. The man of God. Dat de man van God. Spoke. Sprak. What he saw. Van wat hij had gezien. What he heard. En wat hij had gehoord. What God was saying. Wat God zei. At that moment. Op dat moment. That was the solution. Dat was de oplossing. To the problem. Voor het probleem. How many times? En hoe vaak? Do we do things? Doen wij wel niet dingen? Because we think it is nice. Omdat wij denken dat het wel goed is. You say, I don't know. Ja, and you are doing it like someone is pushing you. En je doet het alsof iemand je aan het pushen is. Because whenever the devil is pushing. Want wanneer de duivel je pusht. He make you do things quick. Dan laat hij je dingen heel snel ondernemen. You see, if you have to go take a bank loan today. Zie je, als je een banklening vandaag moet nemen. Sometimes you just sense a kind of a strange pressure. I need the money. Dan ervaar je alsof je het geld nodig hebt. En je gaat niet eerst even nadenken of je het daadwerkelijk wel. Hey, you don't even think. Do you really need it? Je gaat niet eens nadenken of je het wel echt nodig hebt. Until you have the debt. Totdat je zo in de schulden bent geraakt. En dan zeg je op een dag van, I don't have money, but I can just use one euro from the bank. Geld, maar ik kan wel even 1 euro van die schuld gebruiken. Somebody has a problem. Say, no, I have some money. I can just help them. En iemand heeft een probleem en zegt, ja, you ik kan wel helpen. Maar jij zelf gaat de schulden in. Then the debt. En dan die schuld start looking at you. Begint u aan te kijken. You know why. En ze weet waarom. It wasn't a blessing. Omdat het geen zegen was. It was a curse. Het was een vloek. Oh Lord. God is supernatural. Is boven natuur. And he
wants us. En hij wil dat wij. As his children. Als zijn kinderen. To function in that realm. In die atmosfeer functioneren. Where did you sleep today? En waar heeft u vannacht geslapen? Yes. Where did you sleep? Waar heb je geslapen? Where? In the house, in the bed. In your bed. Where did you sleep? Waar heeft u geslapen? Als is dat de mensen? Where did you sleep? Where did you sleep? You know, all mature people. En dit zijn allemaal natuurlijke antwoorden van mensen. So every day when you go to bed. Dus elke dag. Als je naar bed gaat, you think you slept on your bed. Dan denk je dat je op je bed slaapt. You slept before your father. U heeft geslapen voor uw vader. In the heaven. In de hemel. He was watching at his babies. En hij keek naar zijn baby's. And when the time comes, en wanneer de tijd komt, zegt hij, word wakker. You did not wake up by yourself. U bent niet uit uzelf wakker geworden. Hij heeft u wakker gemaakt. That's why I cannot be sleeping with fear. En daarom kan ik niet met angst slapen. Because I know where I sleep. Want ik weet waar ik slaap. Yeah. I sleep with God. Yes. Met God. I'm not mysterious. Don't look at me. En ik ben niet. Mysterieus. It's kijk, just dat ik mysterieus ben. Maar dat is het leven wat ik leef. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? Jesus said. Jezus zei. Because one day he wanted to teach us something. Want op een dag wilde hij ons iets leren. He said the words. Hij zei de woorden. That I speak to die ik spreek tot u. They are spirit. Zijn geest. They are supernatural. Ze zijn bovennatuurlijke woorden. It cancels every natural law. En het annuleert elke natuurlijke wet. So, this Bible. Dus deze Bijbel. Is two things. Is twee dingen. You read it. U heeft het gelezen. But when God starts talking. Maar wanneer God begint te spreken. It's not more a written thing. Dan is het niet langer meer iets wat geschreven is. He talks with a supernatural voice and in a supernatural realm. Hij spreekt met een bovennatuurlijke stem vanuit een bovennatuurlijke atmosfeer. And that realm. En die atmosfeer is what changes your life. Is datgene wat uw leven verandert. Not what you face. En dus niet waar u doorheen gaat. I can tell you one story to the other. En ik kan u het ene verhaal naar het andere verhaal vertellen. I remember. Ik herinner me. We're about to close. En we staan op het punt af te sluiten. I didn't even go to point number two. En ik ben nog niet eens naar punt 2 gegaan. Today, maar vandaag. Our prayer is. Is ons gebed. Lord. Heer. Take my eyes off the natural. Neem mijn ogen af van het natuurlijke. See, I was about to travel to South Africa. Ziet u, ik stond op een punt om naar Zuid-Afrika af te reizen. And the Lord came to me. En de Heer kwam tot mij. Said to me, en hij zei tegen mij, I have given you a house. Ik heb u een huis gegeven. I said, okay. Ik zeg okay. But where is the money? Maar waar is het geld dan? He said, I told you I gave you a house. Hij zegt, ik heb u toch gezegd dat ik je een huis heb gegeven. Dat betekent dus ook dat ik je het geld zal geven. Came back. Ik kwam terug. I told my wife. En ik zei tegen mevrouw. Check houses. En ik zei tegen haar, ga voor huizen kijken. We have a house. We hebben een huis. She says, God. Ze zei, lieverd. You know we have to pay borrow. Je weet toch dat we de borg moeten gaan betalen. And you know we have to pay this. En je weet toch dat we andere dingen moeten betalen. I said, sweetheart. Ze zei, lieverd. Look for the house. Ga op zoek naar een huis. Finish. Klaar. She found the house.
En ze vond een huis. I went to the office. Ik ging naar het kantoor. A miracle happened. En er gebeurde een wonder. I received money. Ik ontving geld. I went to the office. Ik ging naar het kantoor. The guy. En die man. Did not ask me for work. Vroeg me niet om geld. He said, pay your rent. Hij zei, betaal je huur. And you know, what I had in my pocket was my rent. En weet u, wat ik in mijn zakken had, was mijn huur. I paid the rent. Ik betaalde de huur. That is my story. En dat is mijn verhaal. Why? Waarom? God. Omdat God het heeft gezegd. Every natural circumstance. Elke natuurlijke omstandigheid. Disqualifies you. Disqualificeert het. But I set my eyes on what he said. Maar ik richtte mijn ogen op datgene wat hij zei. It becomes my picture. En dat werd mijn beeld. Can I get something? Another paper for me, please. I must stand here. Yes. This is your life. Dit is uw leven. It looks like this. Het ziet er zo uit. This is what you see. Dit is wat u ziet. Everything is not working. Niks werkt voor u. God said. God zegt. I'm a clean sheet of paper. Ik heb een schoon papier voor u. Everything is fine. Alles is prima. Jesus. You are looking at papier. Maar u kijkt naar de prop. A runaway child. That incasso is coming. Ja, mijn kind is weggelopen. Mijn kassel komt eruit. Mijn schulden. 30.000 euro. God zegt, shut up. God zegt, hou je mond. That is what I told you. Dat is wat ik heb gezegd. Het schone vel papier. It is written. Daar is op geschreven. Therefore. Dat je schuldvrij bent. You are rich. Je bent rijk. You are too blessed. Alleluia. Je bent zodanig gezegend. Je hebt je eigen huis. You have peace. Je hebt vrede. You have job. Je hebt vreugde. Now, this nu dit is the natural realm. Is de natuurlijke atmosfeer. This maar dat is the real thing. Is het echte. It's two different things. Dat zijn dus twee verschillende dingen. This is what God said. Dit is wat God heeft. That is what you see. En dat is wat u ziet. This is the natural. Dit is het natuurlijke. But this is not a real story. Maar dit is niet het ware verhaal. That is a story. Dat is het ware verhaal, het schone vel. This red. Deze atmosfeer. Controls this red. Beheert die andere this atmosfeer. Red. Deze atmosfeer. Is the red. Is de atmosfeer. That orders this red. Die andere atmosfeer op orde stelt. What is written here? En wat daar dus geschreven staat. You have a good life. Dat u een goed leven heeft. Is written here. Is daar geschreven. So your life was like this. Dus uw leven was helemaal overhoop. All of a sudden. En opeens. The paper. Is het papiertje. Almost twisted. Dat zo verfrommeld was. That get issue. Begint nu vorm te nemen. Because. Omdat it must look like that. Het moet er gaan uitzien als dat schone vel. Zoals het is in de hemel, so shall it be. Zo zal het zijn hier op aarde. Dus het papier was verfrommeld. If somebody getting begrijpt u me? En opeens begint het zichzelf te ontvouwen. Het begint zichzelf te ontvouwen. Like omdat het moet lijken op de hemel. Like het moet lijken op dat wat de Heer heeft gesproken. Het moet laten zien wat de Heer heeft gezegd. En alles dus. That ever caused this paper to be twisted. Wat er ooit voor gezorgd heeft dat papier verfrommeld was geraakt. Is bound to break. Moet breken. Because. Omdat. The Lord said. De Heer dat heeft gezegd. Amen. Halleluja. The supernatural. Het bovennatuurlijke. Is not the natural. Is niet het natuurlijke. They are two different things. Dat zijn twee verschillende dingen. For you to function in it. Voor u om daarin te kunnen functioneren. You must see what God sees. Moet u eerst zien wat God ziet. You must hear what he en u moet dus ook horen wat hij zegt. So finally, dus uiteindelijk we have one of these. Heb ik nog zo één?
I need a new sheet of paper. En ik moet een nieuw papier hebben. Thank you. Hallelujah. Now do this fast for me. Don't think back. I'm about to close. Give me this. Hold this for me. Finally. En uiteindelijk. This paper. Is dat papier? Will not let me look twisted. Het verfrommeld papier zal dan niet langer meer verfrommeld eruit zien. It will not look the same. Maar het zal dan hetzelfde uitzien. En vandaag de eerste stap to walk in miracles, om te kunnen wandelen in wonderen. Stop looking at the natural. Is dat u moet ophouden met uw ogen gericht te hebben op het natuurlijke. Laten we onze hoofd buigen. Yes, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. I don't need to pray for you. En ik hoef niet voor u te bidden. God has told you. God heeft u gezegd. I don't know when I will get to step number 2 or 3. En ik weet niet wanneer ik naar stap 2 of 3 kom. But Lord, maar Heer. I pray today. Ik bid vandaag. Like Elisha. Net als Elisha. That may you open the eyes of your people. Dan mag u de ogen van uw volk openen. Ik bid that they would first of all, dat ze allereerst purpose in their heart, hun zinnen erop zetten in hun hart, to take their heart, om in hun hart te nemen and their mind, en hun verstand of their natural situation, van de natuurlijke situaties af. And Lord, en Heer, I also ask, ik vraag u ook, let them see. Laat ze zien in every need. In elke nood that they have in their life, die ze hebben in hun leven, zorg ervoor to see it dat ze het zullen zien in, you. In u. God, of miracles, God van wonderen, you did not call us to perform miracles. U heeft ons niet geroepen om wonderen te verrichten. You are the miracle worker. U bent de wonderwerker. Yeah. You are the one that confirms your word. U bent degene die uw woord bevestigt. Your promises. Uw beloften. Can only come to pass. Kunnen alleen maar tot stand komen. Because you. Omdat u. Choose to manifest what you say. Ervoor heeft gekozen om te manifesteren wat u heeft gesproken. Dus ik bid voor deze mensen. Whatever may be their need. Dat wat hun nood ook mag zijn. Today, Lord. Vandaag, Heer. Somebody, I want you to lift up your hands. Iemand die wil dat u uw handen opheft. See that need in God. Zie die nood terug in God. Say he will supply your need. Zeg hij zal in uw nood voorzien. See it in God. Zie het in God. And thank God. En dank God. That he is with you. Dat hij met u is. And thank God. En dank God. Amen. Dat het volbracht is. Maar. What is that thing? Wat is dat ding? See it in accordance to his word. Zie het volgens zijn woord. The woman with the issue of blood. Die vrouw die vloeide van bloed. Only received that miracle. Zij ontving alleen haar wonder. Because she tapped into the supernatural. Omdat ze tapte in het bovennatuurlijke. The supernatural. Het bovennatuurlijke. Will give you strength. Zal u kracht geven. To do the things that you could never do. Om die dingen te kunnen doen die u nooit kon doen. I pray today. En ik bid vandaag. From today. Vanaf vandaag. Do not only. Zult u niet alleen. Learn to see things. Leren om dingen te zien. From the natural standpoint. Van het natuurlijke standpunt. Will you access the supernatural. Dan mag u het bovennatuurlijke binnengaan. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Thank you, Jesus. I give you praise. I give you the glory. Thank you, Lord, for meeting the needs of your people.
Dank u wel, Heer, dat u de nood voorziet van uw mensen. Dank u, Lord, voor answering their prayers. Dank u wel, Heer, dat u hun gebeden beantwoordt. Dank u, Lord, voor mental freedom. Dank u wel, Heer, voor mentale vrijheid. Dank u, Lord, voor uw peace. Dank u wel, Heer, voor uw vrede. In Jesus' mighty name. In Jezus' zijn machtige naam. Pray with thanksgiving. Bidden wij met dankzegging.